Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Alba Sign, Domburg Sportprijs in Holland, Du Châtinier Vastgoed, Strandclub Effe Tijd, Transvaal Praktijk voor Fysio en Manuele Therapie, Happy Host Bediening en Service en Asta Casino. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Het programma dat iedere week aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. Wat kunt u in deze editie verwachten? In het Haaglanden Voetbaljournaal komen we nog even terug op het gevaar van stenen dugouts. Ooit, jaar terug, was er een ongeluk bij HMSH tijdens een oefenwedstrijd tegen Ajax. Toen nog onder leiding van Aad de Mos. De stenen dugout stortte in. Vorig jaar in Friesland overleed een kind bij een soortgelijk ongeluk. Ook in Den Haag staan er hier en daar nog stenen dugouts, onder andere bij Quicksteps. We spraken erover met voorzitter Bing Kappenburg. En omdat we toch aan de Nijkerklaan waren, spraken we ook uitgebreid met hem over zijn club Quicksteps, die het nu moeilijk heeft in de zaterdag derde klas. Natuurlijk de wedstrijd van de week. Wij kozen voor het duel in de zondag tweede klasse tussen Tak 90 en Fuk. We spraken met beide trainers, Faisal Soekhaai van Tak 90 en Mark Moen van Fuk. De glazen bol van Rob. Rob Langenstein voorspelt met een 1, een 2 of een 3, een vijftal wedstrijden en motiveert zijn voorspelling. En een nieuwe aflevering van Op tafel bij Zoe. En daarvoor togen we ditmaal naar Poeldijk, de plaatselijke voetbalclub Verburg. Luc van der Knaap liet zich behandelen door Zoe. Maar we gaan beginnen met het Haaglanden Voetbaljournaal. Lange tijd geleden, misschien herinnert u zich het nog wel, een ongeval met een duck-out bij HMSH. Toen in een oefenwedstrijd tegen Ajax, waar Aad de Mos de trainer was. Het liep verkeerd af voor de toenmalige penningmeester van Ajax, Bartels. Maar ook voor assistent-trainer Hassie van Wijk. Die heeft daarna nooit meer die functie van trainer kunnen uitvoeren. En vorig jaar gebeurde een soortgelijk ongeluk in Friesland, waarbij een kind het leven verloor. Ook in Den Haag zijn er nog wat velden die stenen dugouts langs de kant hebben staan. Onder andere bij Quicksteps. We gingen langs aan de Nijkerklaan. Want ja, die dugouts daar, die staan er al heel erg lang. Dat weet ook voorzitter Bing Kappenburg. Die staan er heel lang al. Destijds gebouwd met een bouwvergunning van de gemeente Den Haag. En ik heb begrepen dat we nu eindelijk nieuwe krijgen. Goed, gaan we heel ver terug. Ongeluk ooit de couch bij HMSH, wedstrijd tegen Ajax. Vorig jaar nog in Friesland. Ook met stenen dugouts. Heeft dat jullie als club wel eens aan het denken gezet? Nee, eigenlijk niet. Want nogmaals, die is volgens de voorschriften gebouwd. En daar kan eigenlijk niets mee gebeuren. Nou, stel dat bij Quicksteps natuurlijk ook niet zoveel publiek komt dat de jeugd op de koud plaats gaat nemen. Nee, inderdaad, dat is juist. En als er iemand op klimt, dan schoppen we hem er gelijk vanaf. Je zei het zelf al even, een oplossing schijnt in het verschiet te liggen. Ja, we hebben begrepen van de gemeente Den Haag dat ook onze duckouts, daar zijn ze bezig kijken, voor alle zekerheid toch vervangen gaan worden door nieuwe. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Ja. Is er door de gemeente ook al gesproken over een termijn wanneer dat gaat gebeuren? Nee, maar ik verwacht wel tot dat voor het volgende seizoen is. Dan moet het zo in Friesland, heeft ook daar de gemeente Heerenveen gezegd, we gaan al die stenen dugouts vervangen. Er komen nieuwe, moderne dugouts voor in de plaats. Alleen de clubs gaan opdraaien voor de sloopkosten. Ja, nou, daar hebben we eigenlijk niet over gesproken. Maar wij gaan er wel vanuit dat de gemeente dit verder gaat regelen. En de samenwerking met de gemeente op dit moment is uitstekend. Dus ik ga er vanuit dat dat geen kosten voor Quicksteps gaat meebrengen. Het worden natuurlijk ook dugouts waar je met iets meer man kan zitten dan nu het geval is, hè? Ja, het ziet er allemaal heel erg mooi uit, heb ik gezien, bij andere clubs. Dus we zijn daar erg blij mee tot we een nieuwe krijgen. Nu we toch aan de Nijkerklaan waren bij Quicksteps, praten we met de voorzitter Bing Kappenburg nog even verder over zijn club. Op dit moment alleen nog spelend met de senior op zaterdag. En wat was men toen blij toen de derde klas werd bereikt.
Maar als we nu kijken naar de ranglijst, ja, dan dreigt toch de vierde klas weer. Ja, dat zou heel erg vervelend zijn natuurlijk. De vereniging bestaat nu 81 jaar. 80 jaar spelen we op dit complex al. We zijn van origine een zondagvereniging, zoals je weet. We hebben bij de zondag 5 keer in de derde klas gespeeld, maar nooit langer dan 2 seizoenen. En nu hebben we het gepresteerd met de zaterdag, dat we nu een derde seizoen al in de derde klas spelen. Ja, we hebben nog een kleine kans om naar de PD-plaats te komen. En daar gaan we alles aan doen natuurlijk. Het zou natuurlijk wel heel zonde zijn als je gaat degraderen, want ja, de aanwas is al niet zo groot, wordt dan zeker niet groter van spelers. Nee, wat betreft de senioren zou het aantrekkelijk zijn als we nog een team erbij zouden hebben. Ik moet zeggen dat het bij de jeugd spectaculair gegroeid is. We hadden het eind van het vorige seizoen 100 jeugdleden. We zijn begonnen met mini-pupillen. Nou, als proef eigenlijk. Nou, er waren er zo een stuk of 20. Inmiddels zijn er 50. En de hele jeugdafdeling staat nu op de teller op 270 jeugdleden. Dus dat is geweldig natuurlijk. Ja, jeugd is de toekomst voor de vereniging. Als we kijken naar de senioren, dan zou je kunnen zeggen, ja goed, in een pils zou wel eens kunnen komen. Ooit gedacht aan een fusiepartner? Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk niet nodig. Ik denk dat de leden daar ook niet op zitten te wachten. Ik denk dat wij een van de weinige zeer gezonde verenigingen zijn, financieel gezien. We hebben een leuk spaarmanboekje. En we hebben eigenlijk geen behoefte aan dat er een ploeg ingeplaatst gaat of een vereniging ingeplaatst gaat worden. Dan ben je zelf al heel wat jaren voorzitter van de club. Hoe leuk is het nog? En wat jou betreft maakt het geloof ik niet zo gek vanuit sportief gezien wat het eerste doet. Ja, liever natuurlijk derde klas, maar jouw functioneren als voorzitter hangt daar niet vanaf. Ja, toen ik 34 jaar geleden hier voorzitter werd, toen was mijn voorganger van mening dat de tiende, hadden we nog 10-11 van op zondag, even belangrijk was als het eerste. Nou, ik heb gezegd, dan word ik geen voorzitter. Ik vind het eerste is gewoon het belangrijkste elftal. Het is je vlaggenschip. En die mening ben ik nog steeds toegedaan. Ik vind inderdaad dat Quickstep 1, je moet zo hoog mogelijk proberen te spelen. En de derde klas is een hele mooie afdeling om in te spelen. Wat is dan jouw grootste wens wat de club betreft voor de toekomst? Nou, mijn grootste wens is dat er opvolgers komen voor de bestuursleden die al heel lang zitten, zoals ik ook. En dat is echt op dit moment het grootste probleem en dat is al een paar jaar zo. Ben je er wel aan het werk? We zijn er druk mee bezig. We hebben al speciale ledenvergaderingen gehad waarin deze problematiek besproken is. Maar nee, vanuit de club komt er toch weinig animo voor een bestuursfunctie. We hopen dat we een paar mensen kunnen krijgen in mei bij de ledenvergadering die bereid zijn om gewoon eens een halfjaartje mee te lopen met een secretaris, met een voorzitter, met een penningmeester om TCT de taken van ons over te gaan nemen. Goed, zolang dat nog niet het geval is, blijf jij nog op je post zitten. Ja, dat is heel vervelend. Je kan natuurlijk moeilijk de boel in de steek laten en dat geldt eigenlijk voor mijn penningmeester en voor mijn secretaris ook. Maar ja, bijvoorbeeld de voorzitter van de zaterdag senioren, die heeft heel duidelijk gezegd dat hij er nu mee gaat stoppen. En vorig jaar raakten we natuurlijk een geweldige man kwijt, André Bellekom. Die zei van, ik vind het nu wel leuk geweest. Maar ja, die is nog steeds actief voor de club. Die is gelukkig nog heel actief voor de club, ja. Als we die niet zouden hebben, dan zou het er heel anders uitzien, denk ik. Tijd voor de wedstrijd van de week. Wij kozen voor een duel in de zondag tweede klasse C. Wel tussen TAC 90 en FUK. We spraken met de beide trainers. Maar wanneer is naar TAC 90? Dat stond lange tijd bovenaan in die tweede klasse C. De tijden zijn veranderd, want nu is FUK de koploper. Met andere woorden, trainer Faisal Soekhaai van TAC 90. De komende wedstrijd is bepalend of TAC 90 nog kampioen kan worden of niet. Nou, zeker na zondag waar ik verloren, zie ik het zeker als beslissend. Als ik nu niet aanhaak, dan wordt het gewoon lastig. Of je die andere wedstrijd ook maar ziet te winnen, dan ga je dadelijk in een negatieve spiraal zitten. En dat moet je eigenlijk niet hebben. Dus ja, we gaan er echt alles aan doen om gewoon aan te haken. Je gaf het net al aan, afgelopen zondag verloren met 3-0 bij Roak. Collectief of deze, zou je dat zo kunnen bestempelen? Ja, eigenlijk wel. Maar ik had het echt niet zien aankomen. We hadden prima getraind en we hadden juist afgesproken, er komen nu 7 finales aan. Ja, en dan sta je na 20 minuten sta je al 3-0 achter en dan is het eigenlijk al gedaan. Eerste periode hebben jullie met overmacht gepakt. Op een gegeven moment was er een behoorlijke afstand tussen TAC 90 als koploper en de rest. Daarna is het een minder geworden. Wat zijn de oorzaken in jouw optiek? Het zijn er vele geweest. Te veel om eigenlijk op te noemen. Het verschilt. Het kan zijn van de buitenwacht is heel veel aandacht gekomen. De druk bijvoorbeeld. Het willen presteren. Maar ook het mentale gedeelte. Dus we weten wel waar de fouten zitten. Het is lastig. Je moet een team zijn op bepaalde momenten. En dat zijn we niet geweest.
Je hebt natuurlijk ook pech gehad met het wegvallen van je keeper John Hermans. Dat heeft ook ingehakt, neem ik aan. Zeker. We zijn begonnen met een aardig grote groep waarvan John deel uitmaakte van de keepersgilde, laat ik maar zo zeggen. En dan krijg je momenten in de wedstrijd die in de eerste instantie heel onschuldig leek, maar later toch grote invloed heeft. Ja, dan moet je hem vervangen en dan is hij nu momenteel nog niet terug, dus hij kan nog niet trainen. En hij ondervindt nog te veel last, dus ja, dan moet je het verder met een andere keeper doen. Je bent ook een keer te gast geweest bij ons bij het programma Haaglanden Voetbal aan tafel. Toen stelde Ton de vraag van, ja, tak 90, dat soort verenigingen hebben altijd moeite in de wintermaanden. Want dan vallen de blaadjes van de bomen om het geheel bij elkaar te houden. Heb je daar nog last van gehad? Nou, ik kan niet zeggen dat we met minder aantallen zijn gaan trainen. Juist sterker nog, we zijn altijd met rond de 36 à 33 jongens blijven trainen. Het heeft met name meer te maken van hoe beleef je dan de wedstrijden. En dat gaf ik net ook al aan. Op sommige momenten hadden we echt een team moeten zijn. En dat waren we gewoon niet. Zondag, zoals gezegd, tegen Fuk. De uitwedstrijd destijds op het Kleine Loo wonnen jullie met 5-3. Dus wat dat betreft kun je zeggen van tak heeft dus sowieso de mogelijkheid om Fuk voor een tweede keer te verslaan. Ja, nogmaals, we cijferen ons zeker niet weg. Maar het is niet zoals het eerst was. In de eerste wedstrijd had ik nog wel een beetje begrepen dat Fuk een beetje angstig was. En dat hebben ze ook een beetje laten zien in die wedstrijd. We kwamen al snel op voorsprong. Of het nu dezelfde wedstrijd gaat worden, dat denk ik niet. Ik denk dat Fuk daar toch nog iets rijper in is geworden. Gezien ze ook in de laatste fase het ook heel goed doen. Dus het wordt een mooie strijd en we gaan die strijd graag aan. Fuk heeft natuurlijk afgelopen weekend een slag kunnen slaan. Zelf gewonnen, concurrentie verspeelde punten. Wat voor soort wedstrijd verwacht jij? Sowieso ben ik een aanvallende ploeg, dus ik ga op de aanval. En als Fuk echt afstand van ons wil doen, dan moet het ook gewoon winnen. Dus, en dan kun je dat niet met behoudend voetbal doen, want dan krijg je het in ieder geval op je af. Zeker als men ook ziet de kwaliteit die ik in de voorhoede heb zitten. Dus ik denk dat het een vrij open wedstrijd gaat worden. Slotvraag, stel dat het daar zondag niet lukt. Dan heb je in ieder geval de zekerheid van periode voetbal, zeg maar, de na-competitie voetbal. Denk jij dat Tak daar ook mentaal mee om kan gaan, gezien het feit dat men toch min of meer eigenlijk op de kampioenschap had gerekend? Dat is moeilijk om te zeggen. Eerlijk gezegd, we zijn hartstikke blij wat we nu behaald hebben. Vorig jaar via na-competitie erin gezeten. Dat we konden promoveren en nu toch meedraaien in de bovenste regionen. Ja, wie had dat gedacht? Of het mentale meteen een domper zou zijn. We hebben de doelstelling om steeds te promoveren. Het zou mooi zijn natuurlijk met een kampioenschap. Maar als dat met de na-competitie is, dan zijn we ook hartstikke blij. Tot zover Tak 90 trainer Faisal Soeghai in gesprek met Rob Blankenstein. Gaan we naar zijn collega van Fuk, Mark Moen. Hij kent betere tijden met de club. Na de winterstop, de opmars van Fuk en nu zijn ze de trotse koploper. Deze week speelde Fuk voor het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup tegen de SV Nooddorp. Pieter Donat vroeg aan Mark Moen of deze wedstrijd past in de voorbereiding voor die belangrijke wedstrijd tegen Tak 90. Ik voorzie geen problemen daarin. Wedstrijden voor de Haaglanden Cup moeten altijd die zijn voor de eer en die moet je altijd leuk vinden als voetballer. Natuurlijk geef je wel wat jongens rust. Afgelopen zondag hebben we een aantal jongens die iets ouder zijn en misschien wat eerder last hebben van pijntjes. En wat dat betreft is de komende zondag wel een hele belangrijke pot om waar nu even de voor kunnen uitgaan. Ondanks dat ik ook wedstrijden vandaag aan de Cup graag wil winnen. Het kunstgras waar je vanavond op speelt, is dat ook gunstig omdat je ook zondag op kunstgras speelt? Ja, tuurlijk. Dat is altijd gewenning. Sowieso trainen we een wedstrijd voorafgaand aan een kunstgraswedstrijd, zeg maar, trainen we ook op het kunstgras. Dus dat doen we sowieso altijd. In dit geval een wedstrijd, komt wel lekker uit. Jullie zitten in de flow, de laatste drie wedstrijden gewonnen. Ja, klopt. Gaat lekker. Na de winterstop van de laatste zeven hebben we er 6 gewonnen. Dus dat geeft de groep een enorme boost. Dat brengt ons ook vanuit die underdog-positie, tweede, derde, waar we tijd gestaan hebben, nu bovenaan. Ik heb altijd gezegd, je kan heel het jaar beter in de luwte meedraaien en het eind bovenaan staan. Maar goed, we zijn nog niet zo ver, maar het begint redelijk naar het eind toe te gaan. Dus een heerlijke positie voor ons om die laatste 6 wedstrijden nog even te knallen. Dus eigenlijk heb je het aan het begin al een beetje gehoopt of zien aankomen? Nou ja, ik heb natuurlijk vorig jaar al geroepen, we hebben het eerder over gehad, dat wij gewoon een hele goede groep hebben. En ik heb volste vertrouwen erin.
Ik heb vorig jaar daar een aantal spelers zelf bijgehaald en toegevoegd. Dit jaar heb ik dat weer gedaan op specifieke posities waarvan ik dacht van daar is versterking nodig. We hebben gewoon een ijzersterke groep en ook in de breedte hebben we een paar jonge getere gasten erachter zitten. De meeste jongens hebben de speelwijze nog beter onder de knie zoals ik vorig jaar gestart ben. En het loopt lekker. Je wint je wedstrijden nu ook, net zoals afgelopen zondag tegen HVV. De wat mindere wedstrijden, die draai je toch naar jezelf toe of hou je de punten in huis. En dat is vorig jaar nog wel eens op een gelijkspelletje of op dit verlies geëindigd. Dus ja, al met al, het gaat lekker en het geeft vertrouwen. Het is nog heel ver weg, nog 6 finales. Misschien ga je promoveren of kampioen worden zelfs. Dan gaan belangrijke spelers, hebben al aangegeven dat ze weggaan. Jeroen Nagel, Rudy Lakwij, Bram van den Berg. Hoe erg is dat voor jou als trainer? Ik zeg altijd zo, niemand is onvervangbaar. Natuurlijk is het jammer, want er zijn spelers met meerwaarde, zeker op tweede klasse niveau denk ik. Maar ik heb het er vorig jaar ook al met een aantal van die jongens over gehad, dat op een gegeven moment een bepaalde leeftijd bereikt. Dat het ook een keer klaar moet zijn. Het hoeft niet per se komend seizoen te zijn. In dit geval zijn het er wel een aantal tegelijk. Maar ik was me wel degelijk van bewust dat dat ging gebeuren. Dus ik ben ook al vroeg bezig om dat op te gaan vangen. Oké, de wedstrijd tegen TAC 90 van aanstaande zondag. Thuis 3-5 verloren. Een geduchte tegenstander. Ja, TAC heeft gewoon een goede ploeg. Thuis was het weliswaar een wat aparte wedstrijd. We komen na 1 minuut met 1-0 achter en je gaat gelijk anders voetballen. Maar ja, ze hebben een goede ploeg, veel creatieve spelers, aanvallend vermogen. Dus ja, als je vergelijkt met de rest van de ploeg in de tweede klasse, is dat een van de betere ploegen. Maar goed, ik voorzie zeker geenzelfde tak als in het begin van het seizoen, als ik zie wat de laatste resultaten zijn bij hen. Ze zijn inderdaad goed begonnen, ze wonnen de eerste periode en daarna is het nu in de laatste 3 wedstrijden gaat een stuk minder. Ja, ze zijn vrij wisselvallig. Voor mij al vanaf voor de winterstop met de keeper die natuurlijk uitgevallen is, Johnny Hermans. En daarna misschien nog wat dingetjes als gelijkspelen en verliezen waar je ook mee moet leren omgaan. En de ene ploeg doet het beter dan de andere ploeg. Ik laat het voor de rest aan hun hoe ze dat op moeten pakken, maar ik merk daar wel een andere lijn in dan het begin van het seizoen bij hun. Fuck gaat echt dit jaar echt hè, voor het kampioenschap. Ja, nou, ik vind dat elke ploeg die bepaalde doelstellingen stelt en die gewoon goede kwaliteit in de ploeg heeft. En ambitieuze trainers en een goede staf heeft, daarvoor moet gaan. En we hebben dat vorig jaar geprobeerd, net niet gelukt. En komend seizoen gaan we er weer voor. Tot zover Mark Moen, trainer van Fuck. Hij kan met zijn ploeg komende zondag een belangrijke stap zetten in de richting van een eventueel kampioenschap. Tijd voor de glazen bol. Rob Blankenstein doet voorspellingen van een 5-tal wedstrijden. Een 1, een 2 of een 3. En hij motiveert ook waarom hij tot die voorspelling is gekomen. We gaan beginnen met het zaterdagvoetbal in de topklasse Scheveningen-Capelle. Zowel Scheveningen als Capelle aflopen zaterdag een nederlaag. Capelle thuis tegen Barendrecht en Scheveningen natuurlijk ging op bezoek bij IJsselmeervogels, toch ook aan het kortste eind. Ja, Scheveningen zal toch de punten moeten gaan pakken, want de afstand tot de PD-plek is nog maar 4 punten. Capelle heeft daar geen last van, die staan op de 6e plaats. Het is te hopen voor trainer John Blok dat er ook wat geblesseerden terugkomen, onder andere Mehmet Aldekan, die toch wel bepalend is. Mocht dat het geval zijn, en daar ga ik toch wel vanuit, gezien de aard van de blessure, dan hou ik het op een drietje. Dan in de eerste klasse B, SV Noodorp tegen Vormsport. Ja, op voorhand sowieso een heel beladen duel natuurlijk. Gezien de ontwikkelingen die zich plaatsvonden tijdens de eerste wedstrijd in Voorburg destijds. Noodorp trok toen met een 3-1 aan het langste eind. Ja, het is niet allemaal even lekker gegaan in de onderlinge verhoudingen. Ik hoop dat dat zaterdag meevalt. Maar gezien de krachtsverhoudingen hou ik toch op een eentje. Gaan we naar het zondagvoetbal in de tweede klasse C. TAC 90 tegen FUK. Ja, TAC 90 willen ze nog aanspraak maken op de titel. Zullen ze per se die 3 punten in huis moeten houden. Destijds op het kleine loon 5-3 overwinning voor TAC 90. Maar toen zaten ze duidelijk in een hele goede flow. FUK natuurlijk afgelopen zondag een uitspringer gehad door zelf HVV te verslaan. De rest concurrentie, waaronder TAC die met 3-0 verloren bij Roak. Die sprongen er heel goed uit. Ja, TAC moet sowieso de punten halen. Maar gezien de verhoudingen op dit moment, krachtsverhoudingen, hou ik het op een drietje. Dezelfde klasse, 2C, HVV tegen Concordia.
Eerste wedstrijd destijds aan de Brasserskade, een 3-0 overwinning voor HVV. Toen nog onder Albert van der Dussen. HVV zoals gezegd net een 1-0 nederlaag bij FUK. Ik schat HVV toch wat hoger in als Concordia, die helemaal onderaan staan. HVV heeft natuurlijk ook duidelijk de punten nodig. Willen ze zich helemaal veilig gaan spelen, wat op dit moment nog zeker niet het geval is. Ik hou het toch op een eentje. En tenslotte de derde klasse B, Stompwijk 92 tegen RVC 33. Stompwijk de laatste weken heel goed bezig, staan ruim bovenaan in de derde periode. RVC 33 samen met Unio de koploper. Allebei zowel Unio als RVC 33 afgelopen zondag een nederlaag. Eerste wedstrijd eindigde destijds in een 5-1 overwinning voor de ploeg uit Reewijk. Ik hou het op een tweetje voor de bezoekers. Resumerend betekent dat Scheveningen tegen Capelle een 3, SV Nootdorp tegen Forumsport een 1, met zondagvoetbal TAC 90 VUK een 3, HVV Concordia een 1 en tenslotte Stompwijk 92 tegen RVC 33 een 2. Tot zover de voorspellingen van Rob en we gaan kijken hoeveel hij er goed heeft komend weekend. Tijd voor een nieuwe aflevering van onze rubriek Op tafel bij Zoe. De vierde aflevering alweer. En daarvoor gingen we naar Poeldijk, naar de plaatselijke club Verburg. Op de tafel een speler van de ploeg van trainer Dennis van der Steen. Een ploeg die op weg is naar de titel in de vierde klasse. Hallo, wie is vandaag mijn gast op tafel? Ik ben Luc van der Knaap en ik heb last van mijn linker schouder. Nou, dan gaan we die even behandelen. Ga ik het even een beetje losgooien en een beetje masseren, een beetje warm maken. Ja, dat zou top zijn. Oké. Nou, je speelt bij Verburg. Ja, dat klopt. Wat maakt dat nou zo'n leuke vereniging? Ja, ik zit al eigenlijk heel mijn leven bij Verburg en gewoon iedereen is bekend hier zo. Allemaal clubmensen, allemaal hartstikke gezellig. Het gaat niet alleen om de sport, maar ook gewoon om alles eromheen. En wat is het dan voor gezelligheid wat je zo leuk vindt? Feestjes of? Sowieso na de wedstrijd en voor de wedstrijd is er gewoon gezelligheid met elkaar, onder elkaar. En af en toe wordt er een derde helft georganiseerd na de wedstrijd. Dat is altijd wel leuk, denk ik. Ja, dan is het altijd zeker wel heel erg druk en wordt het wel gezellig, ja. Wat was je mooiste voetbalmoment tot nu toe? Voor 2 jaar geleden in de A1 ben ik kampioen geworden in de eerste klasse. Mm-hmm. Ja, die laatste wedstrijd dat we kampioen gingen worden, toen was het heel spannend. Stonden we 3-0 achter. Toen was het uiteindelijk nog 3-3 geworden. En toen waren we kampioen. Zo, dat is wel bijzonder, ja. Ja, zo'n moment vergeet je nooit meer. Dus, Nee, dat geloof ik wel. Maar wat was je slechtste moment dan uit je voetbalcarrière? Dat je dacht van nou, dit had ik liever niet mee willen maken. Slechtste moment? Nou, ja. Dat was een jaar later. Toen waren we gepromoveerd eindelijk. Ja. En toen hadden we een wedstrijd tegen Capelle. Ja. En toen was het een beetje uit de hand gelopen. Mm-hmm. Toen waren we de rest van het seizoen geschorst met het hele team. Mm-hmm. En toen dus hebben we een half jaar niet mogen voetballen. Zo. Maar hoezo zo heftig dan, dat jullie met heel het team De KVB had het beoordeeld als een massale vechtpartij. Mm-hmm. En dit kon niet door de beugel, dus waren we het heel team de rest van het seizoen geschorst. Zo, ja, dat is wel balen. Ja, toen heb ik een half jaar niet kunnen voetballen, samen met de rest van het team. En hebben jullie toen wel gewoon getraind en zo? Ja, gewoon 2 keer in de week gingen we trainen en mm-hmm. probeerden we oefenwedstrijden te regelen. Ja. Nou ja, dit was natuurlijk niet echt super, maar ja, beter was helemaal niks. Nee, inderdaad. Nu even naar jou persoonlijk. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik studeer in Delft, op de In Holland Hogeschool. Daar volg ik de opleiding tuinbouw en agribusiness. En daarnaast voetbal ik natuurlijk nog 3 keer in de week. Ja. En heb je verder nog hobby's? Of? We zitten vaak met vrienden, een beetje gezellig, in het hok, biertje te drinken. Lekker Westlands. Ja, precies. En voor de rest... Nee?
Nee, dat is het wel een beetje. Ben je verder bijgelovig? Nee, vroeger ging ik wel naar de kerk, maar tegenwoordig ben ik er al eventjes niet meer geweest. Oké, maar bijgelovig ook in het voetbal of dat niet? Van nee. Dat je denkt van ik moet dat soort sokken aandoen, want anders verliezen we vandaag. Nee, totaal geen last van. Oh, oké. Nee. Nou, dan gaan we nu weer even terug naar het voetbal. Je hebt natuurlijk superveel voetbalshirts. Wat vind jij nou het allermooiste voetbalshirt? Uiteraard die van Verburg. Mooi oranje is niet lelijk. Maar vind je dat echt het allermooiste shirt? Of heb je ook nog wel een profclub van waarvan je denkt, nou die vind ik ook wel echt heel mooi? Die van het Nederlands elftal is uiteraard ook heel mooi. Oh, oké. Okay. Ook oranje, dus... dat lijkt er een beetje op. Precies. waarom moet Verburg zo snel mogelijk weg uit die vierde klasse? Je ziet gewoon dat het niveauverschil erg groot is. We hebben vaak wedstrijden die we ruim winnen. En dus als we in die derde klasse terechtkomen, dan krijg je veel betere, leukere wedstrijden. Waar het een beetje spannend wordt. En uiteraard heb je heel veel derbies in die derde klasse. Ja, dat is wel leuker. Ook voor de clubs, denk ik. Ja, en voor het publiek uiteraard. Ja, zeker weten. Zal het wat drukker worden hier langs de lijn. Ja, en dan krijg je ook weer wat meer spanningen. Ja, zeker. Nou, dat maakt alles gewoon een stuk leuker. Oké. Okay. Jullie hebben nu ook Dennis van der Steen dit seizoen voor het eerst. Waarom is hij een goede keuze geweest van het bestuur? We hebben een erg jonge selectie. Dennis is ook nog redelijk jong. Ik denk dat het hierdoor wel goed bij elkaar past. Verder is hij duidelijk naar ons toe en is dat wel fijn voor ons. Oké. Okay. Heb je bij Verburg nog een speler die bijvoorbeeld voor jou een groot voorbeeld is? Voor de rest, ik probeer zelf mijn eigen identiteit te hebben. En voor de rest heb ik niet echt veel voorbeelden hier op Verburg. Oké. Okay. Voetballen is op zaterdag, vind je dat nou beter dan voetballen op zondag? Ik vind het wel fijn dat we over zijn naar de zaterdag. Dit scheelt gewoon onwijs veel. Ik ga zelf nog vaak stappen op zaterdagavond en drink nog een biertje. Mm-hmm. En dit kon anders minder als we nog op zondag voetballen. En nu is na de wedstrijd op zaterdagmiddag is het altijd ook gezellig. En kunnen we hier daar nog... Kunnen we met z'n allen doorgaan? Precies, ja. Dan kunnen we, en dat doen we ook wel regelmatig. Oh, oké, dat is wel gezellig. Dan krijg je nog meer dat groepsgevoel. Ja, precies. Okay. Zo is het ook wel bij Verburg dat er gewoon één grote groep zijn en dat het gewoon altijd gezellig is. Dat is wel het belangrijkste, denk ja. ik zo. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Jij ook bedankt. En met onze rubriek Op tafel bij Zoe zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Hartelijk dank voor uw aandacht en met dit programma zijn we weer volgende week woensdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, Domburg Sportprijs in Holland, Du Châtinier Vastgoed, Strandclub Effe Tijd, Transvaal Praktijk voor Fysio en Manuele Therapie, Happy Host Bediening en Service en Asta Casino.